Mijn naam is Ingrid Kroonsma, ik werk bij DLG Oost. En het project waaraan ik heb gewerkt is het project Immerlo. En wij stellen in de opdracht van de gemeente Arnhem een visie op voor de wijk. En dat, die visie richt zich op de openbare ruimte. Om samen met die bewoners in de wijk dit plan tot stand te brengen. Het is een wijk waar heel veel buitenlandse mensen wonen, 75%. Is van allochtone afkomst en er wonen 60 nationaliteiten. Dus het was lastig om zeg maar die verschillende doelgroepen die daar in die wijk zitten, om die ook echt te spreken te krijgen en echt contact met die mensen te maken. Dus dat was voor mij de grootste uitdaging. Ja. Dat is best wel gelukt. We hebben aan het begin van het project heel goed gekeken, oké, welke doelgroep hebben we daar in die wijk? En hoe kunnen we deze doelgroepen die we daar zien, hoe kunnen we die het beste bereiken? Dus we hebben allerlei verschillende werkvormen bedacht om er ook echt voor te zorgen dat we die mensen gingen spreken. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om in basisscholen af te spreken, zodat vrouwen met name zich vertrouwd voelen in die omgeving. Zo hebben we geprobeerd voor de verschillende doelgroepen een op maat gesneden aanpak te kiezen. Dus ook bijvoorbeeld voor de vele kinderen die daar wonen en die we ook meegenomen hebben in de participatie. Nou, volgens Ingelien zou je in ieder geval je opdrachtgever heel goed moeten betrekken, direct in het begin al. Dus ook heel goed commenteren aan het feit dat je dit participatief gaat doen, dus samen met de bewoners. Daar moet je opdrachtgever denk ik ook echt achter staan en dat heel erg zien zitten ook. En daar ook bijvoorbeeld geld voor reserveren, want voor participatie heb je ook geld nodig. Nou, daar moet de opdrachtgever van overtuigd zijn dat het belangrijk is. Dus dat vond ik een hele belangrijke. Zorg dat er aan een aantal randvoorwaarden ook is voldaan. Dus dat er iets van budget is om dingen te doen. Dat je ook snel tot een deel van de uitvoering kunt komen. Want je gaat een heel traject in met bewoners. Dan moet je ook wel weten dat er echt wat gaat gebeuren. En dat het niet weer het zoveelste plan is wat in de kast verdwijnt. En waar veel energie doorin is gestoken door die bewoners ook. Maar waar vervolgens niks mee gebeurt. Dus je moet ook met een gemeente in dit geval afspreken. Nou, dat er ook echt iets daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat hebben we eigenlijk aan het begin van het project zoveel mogelijk proberen te regelen. Zodat we dat ook naar die bewoners kunnen waarmaken. En of dat nu echt gaat gebeuren is natuurlijk nog steeds spannend. Maar we gaan ervan uit, er is in ieder geval geld gereserveerd nu ook. Om een bepaald deel uit te voeren. Dus dat stemt positief.